Voilà. Nou, zo. Dat is beter. Goed? Ja, merci. Ja. Hoe is het al? Oh, het is heel koud, hé. Ja? Ja. Min 30. Ah. Van Muidenhemmen. Ja, we hebben een paar heel koude wijken achter de rug. Nog hier een koude nacht en dan begint het zo'n bekken op te warmen. Oh, de prijs komt zijn van als het wijk, zie je. Wijk. Die regelt het. Oh, regelen. Ja, de sneeuw is weg. Vorige week hadden we sneeuw, maar daar regelde het. Ah, ja. Je hebt net al 15, 16 dagen gelegen, zo. Een week had tegen sneeuw, vol sneeuw gelegen. Ah, ja. Maar het weekend erbij is begonnen. Ja, dat... Vervuiling erdoor is dat de eerste keer zeker dat ze sneeuw zijn. Dat kan goed zijn. Ja. Ja, je staat stil bij dan. Eerder als nog? Ja. Maar soms staat het scherm stil. Dus is speciaal dan? Oh, nou, dat is nog aan het slapen. Nog altijd zelfs te zoeken. Ja, ze begint ongeduldig te worden. Allang eigenlijk. Dat zal wel. Ja, ze is mooi. Wieso niet, ik joh. En morgen moet ze naar de dokter gaan. Dan moet overmorgen. Dan moet ze naar de dokter gaan, de woensdag. Is dat morgen? Morgen is dinsdag. Ah, ja. Ik ben een tel kwijt, want van tijd moet ik zondags werken, van tijd in de wijk. En dan kunt er niet meer aan uit het les. Ja. Zit Steven, dus ik moest mij. Het groeit goed toe. Het wonde groeit goed. Nee, wel, het uitwendige is aan het toegroeien, maar dat was zo gelijk een wortel, hè, dat hem leeg gaat. Ja. Naar bien, naar zitbien toe. Daar zit nog ontsteking in, zei de verpleegster. En, zolang het dan niet weg is, ja. Ja, dat is wel een beetje. Geen ijs dan, ja. Nee, maar heeft dat risico. Ja. Het mag eigenlijk niet te groeien, want dan wordt het erger eigenlijk. Ja, had het weg kunnen, hè. Ja, so, dus elke dag moeten we dat ontsmetten en doen we zo gelijk een week in doen, in daar. En dan... een verbandruiver, maar ja, dat zijn we gewoon al mannen aan het doen en het wordt kleiner, maar heel traag. Normaal moesten dat al mannen geleden gedaan zijn, maar ja, van de klein dingetje dan dansen, hè? Ja, en hoe vulde jij ook maar? Ja, redelijk. Ja. Ik ben maar op toestand toch? Ja, dat is redelijk ook. Ja. Dat is niet veel. Als ze een slechte nacht hadden. Ja. Dan doet er straks, ze weet maar het doet je. Ja. Maar dat is juist wat je hebt gedaan. Dat hebben jullie gedaan. Dus dan wordt juist uit haar bed. Ja. Suzanne, God is achter ons maal staan, dan kan ik van heen een foto maken. Oei. Mijn lillig masker aan. Ah, en ik is eens.
Je moet naar de paal letten, hè, ma. De hand verder moet je weg. Je moet naar de paal letten. Ma. Ja. Zijn er nog een? Ja, ja. Ja. Dus dan staat er maar half op, maar ja. Oei. Nou, maar ja, ik zal nog maar een half. Ik zal nog maar een half. En hoe is het met de kinderen, Suzanne? Goed, hè. Schoon, hè. Ja, we hebben gisteren nog gebeld naar u, hè. Duo. Wie er nog maar? Ze huurt niet. De kinderen hebben gisteren nog gebeld naar u, hè. Ah, dat kan. Ja. Ah. Met duo, zo. Heb je ze gezien? Ja, met duo, met een gsm. Maar ja, dat... Maar dat zijn grote, dat zijn geen kinderen naar mij. Dat zijn er grote bij, ja. En klein ook, hè. Ja, zo klein zijn ze. Ja. Ja, ja, man. Ja, dat is toch een periode. Ja. Ze groeien allemaal het, hè. Hoe lang zijn ze van het scherm geweest? Niet lang, zeker? Een minuutje. Een minuut of zo. 2 minuten misschien. Maar wel langer, niet. Vroeg hem niet maar of dat hem een koekje kan komen eten. Ze hadden zelf plaat. Want Filip verjoorde juist. Ah. Ze hadden zelf een plaat. Ja. We mochten niet kijken. Aan het begin hadden we... Dat hebben we nog een stuk moeten opeten. Ja, dat ja. Ik heb niet gevraagd welke plaat was. Dat weten we nog niet, hè. Ja. Ze weer aan het verzegeren zijn. Ballonnen aan het dubbelozen. Het verjaardagsfeest. Ja, ja. Wij mochten niet gaan. Maar ja, het is te hopen dat je tegen het einde van het jaar dat je allemaal kunt inhalen, hè? Ja, ja, ja. Dan vieren we dat opnieuw, hè. Tegen dan heb jij een baat. Dat kan goed zijn. Dat kan goed zijn. Baard in de keel. Ja, ja. En, is het schuil terug open door? Nou, ja, dat is het grote vakantie, ja, deze week. Ah. Carnaval verlof. Nee, nee, nee. Dus nou moeten ze naar het schuil in deze week. Nee, nee. En volgende week is het terug gewoon, hè. En vorige week was toch schuil. Ja. Wat dat? Dan, de kruidersvakantie, ze gebruiken dan even van alles in te halen dan, in het schuil. Nee, nee, dat blijft goed. Ja. Ja. Maar dan we naar vorige week moesten, dat was middelbaar van thuis uit leren, dat mochten niet naar het schuil. Dan hadden ze 2 weken onder de bereiking, hè, dat er niemand die op de weg was. Hè. Ja. Maar, voor de corona hem leeg te krijgen, hè. Ja, ja. Moeten ze ja, 2 weken. Het is toch wel stil, zeker? Minder verkeer en zo, hè? Oh, nee. Nee, doe haar niet. Allee, smorgens vroeg weet ik dat niet, hè, want ik kwam smorgens niet op de weg. Dat zit toch nog tamelijk druk overal, hè. Ja. Wat hij was staan. Hij heeft wel gebracht, o, Suzanne. Ja, die heb ik afgezet. Moet je zelf bellen, dan komt hij mij terughalen. Oh. Moet ik je nog iets vertellen? Die blijft niet wachten, door. Nee, ja. Ik kan nog moeilijk een uur gewoon in de auto zitten, hè. Soms gaat hem naar de winkel en soms gaat hem naar huis. Kan ik er vanaf. Ja. Ik wil afwachten. Met doen, hè. En voor het E3 in Goethe,
Niemand is zeker geweest? Nee, toch niet dat ik weet. Niemand dat kind toch niet? Allee, dat wel mensen dat kind, maar nee, ik ben geld bij. Hè. Ja, hij is... Hij is steeds aan het beteren. De nummers zijn allemaal leeg van de mensen die geïnfecteerd worden. Maar ja. dan zijn ze wel terug naar het restaurant en zo. En dan gaat dat binnenkort wel terug naar mijn ogen. Ja, dan helpt dat niet. Dat is volledig slap. Nee, dat is toch wel leed. Hij hebben ze geen geduld. Dat is niet te geloven. Dat is uitdaging. Dan blijft dat maar deuren, hè? Ja, dan blijft dat deuren. Maar hier zijn de restaurants gesloten aan de cafés, hè? Ja. Volledig ja, gesloten. Hey, Job, dan zijn er door een foto aan vijgen, hè? Ja, dan zijn er hier ook zo. Dan doen ze dat ook, achter het gat nog. Ja. Maar... Wat er gebeurt? Ja. Dan zijn er die geneigd zijn van het restaurant te gaan en zoeken. En dan zijn er een heel pak die zeggen, nee, zolang als die juiver is, vertraag dan niet. Ja. En dan duurt dat langer aan, ja. Door een eigen schuld. Ah ja. Maar hij is ook zo soms, hè, dat ze toch nog over de grens gaan. Dan mogen we de grens niet meer naar over. Dan mogen we niet meer naar Holland of Duitsland of Frankrijk. We moeten hier blijven. En geen last van, hè. Ja. Hij heet Jonas geskypt. En Evie? Ik weet dat niet. Dat kan. Ik ga niet gezien. Nee, je moet praten. Ik weet het niet. Ik weet het niet meer bewijzen. Je kunt me iedereen niet bij zich zijn. Ja, maar ja, ik ken daar dingen niet, ja. Nee, ja. Hoe lang geleden heb ik je... Ja. Evi, daar heb ik al jaren niet gezien. Dat moeten ze weten, hè. Ja. Ze gaan bij haar niet. Wat is de laatste? Is het de papagoa die het... De papagoa zit hier. Oh. Die met doksen zijn een zeg. Ja, die rupt de bedrijf. Ik weet niet hoe lang dat duurt. Is dat in de bezoekzaal of we zitten alle door? Een eitzaal. Een eitzaal, rechter. Ah, ja. Maar, nee, helemaal niet komen, hè. Ja. Je hebt hem in de deur. Ja. 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 Je kunt er niet rustig zitten. Zingen ze een ander liedje, jongen? Bij ze. Een andere plaat heb gezet. Ja. Suzanne, als jij met ons maar wilt babbelen, kan ik afhangen, hè. Ja, want ik... Ik zet er een tijd om de aan het afnemen. Nee, dat doe ik niet. Dat is niet. Als zij niet mogen. Maar ja. Ze staart van haar. Ja. Ik ben er nog aan het volgen. Ik ben er nog aan het volgen. Jawel. Ah, ja, met al die pillen vol druk zo, hè. Ja. Nou, gisteren was ze heel meug toen, maar dan is ze precies wat beter. Gisteren zag ze er meug uit. Hoeveel pillen moet je nou nemen, maar dat weet er zeker wel niet.
15. Aha. Ze geven me de potten aan, ik kom daar nog bij. Ja. Ja. Dat is zo noodzakelijk als eten, hè? Dan moet er niet uit. En kun je er gauw eten? Goed. Ik eet wel, maar niet overdrijven. Ze verbruikt ook niks, hè? Ze verbruikt ook niks, hè? Nee. Maar ze eet nog wel een bekken. Soep en chocomelk. Chocomelk. Ja, wat buiken dan. Ja. En snoem is lekker neun. Soep. Ja. Ja, super. Dat is goed, dat weet ik ook. Ja, dat was altijd goed. En s'avonds dan ook naar buiten, dan mocht ik weer met chocomelk. Ja, dat is goed. Zie je hem door eens. Je gaat eigenlijk ook niet vuil zien, want je kunt in een of niks doen en dan gebruik je zoveel energie. Nee, ja. Als je genoeg hebt, heb je er genoeg, hè? Ja. Het maar omdat je geer hebt en dan doet het dus smaak, man. Ja, dat is geen afhankelijk. Ja. Komt onkel Andruig nog bezoeken? Ja. Ik heb hem vandaag nog niet gezien, maar dat kan zijn dat ik met mijn uur toe lang. En dan komt hij maar even binnen en dan is hij weg. Hè. Ja. Komt alleen als ze wakker is. Ja, maar hij heeft niet lang niet mee. Is in het begin. Toen bleef we zijn eieren. En dan wist ik nog niks. Nee. Maar nou. Zijn verhalen zullen up zijn. Ja. Dan zit hem door in zijn rolstoel en stilletjes te lusten. En te letten. Ja, dan zit er toch niet alleen, hè. Dan zit er met wie. En denk je, Paula, het hij geskypt? Nee. Ja. Geskypt? Nee, gebeld. Gebeld, ja. Ja, maar hij belt ook altijd over, dus dan denk je niet op. Ja. Nee, man, ja. Deze week ga ik zo. Hoe is het met tanken, Liz? Lekker, man. Goed, basis. Gewoon de haastjes. Is hij nog thuis? Ja. Oh. Ja, dat is nog thuis. En Anita komt door eigenlijk nodig slapen, want ja, dat zit toch al hierna. Ja. Ah ja, dat is waar, ja. Dat is twee achter één in een familie. Ja. En Sonja, hoe woont hij? In het dorp in Kapelle. In Goedsnaar. Ja. Sonja. Ja. In Kapelle toch? Al niet, dat woont in Goedsnaar. Oh ja. Sonja in Kapelle aan de kerk. Ja. Dat is een wijd van denken niet dat, hè. Nee. Je zit door even en dan zitten we maar samen aan de. Ja. Ik heb al een uur op mijn vrouw mee van de kinderen. Ja, maar ja, je mag ook nergens niet kuimen, hè. Moest hij ergens? We mogen ook nergens niet kuimen, dus we kunnen niet meer zien, hè. Ja, het zijn eigenlijk moeilijke tijden, hè, met die virus. Ja. Iedereen zit te wachten tot alles terug uitgaat. En ik er weg te kunnen gaan.
Want de mensen kunnen wel dus zien. Zonder die virus zou er veel stukje krijgen aan mijn mama. Ja. Anders wordt hij altijd zo. Ja. Dan was het een verduurend feest. Maar ik kan er dan niet zo goed tegen. Nee, en hij heeft iedereen door twee in het gat maar moeten gezet. Ja. Ja, dat hebben we allemaal gehad. Maar je moet toch nog voorzichtig zijn, want gisteren zei ze heel het nieuws dat je Zuid-Afrikaanse variatie, dat je dat nog kunt krijgen, hè? Ja, dat zou kunnen. Zelfs als je een inenting gehad hebt. Nou, ik weet het niet, dames en heren, of niet, ik zei het dan maar. Ja, dat is het gevolg, hè. De varianten. We gaan afronden, hè. Er zijn nog mensen die willen skypen. Voor een tijd is wat er om zijn. Je moet door. Eén tijd is er. Ik moet zelf nog wel naar huis. Ja. De volgende persoon is aan het wachten, zeker. Ik baat dat het er nog iemand op komt komen. Ja. En wat doen we? Zeg maar, onze Pierre komt. Ja. Onze Pierre zei dat de morgen komt. En dat ik nog eens kan proberen dan. Ah oh, ja. Zijn ik eens, hè? Ja, dat zal een kleiner scherm zijn dan, hè. Ja, maar dat lukt ook wel, hè. Ja. En dan, zal ik je terug aanvragen van donderdag of vrijdag nog eens te proberen. Ah, ja. Is dat goed? Ja, dat is goed. En rond de eisen tijd van de dag is dat goed? Ja. Suzanne en Ma. Ja, dat nog eens. Een goeie dag, hè. Bedankt, hè. Ja, mocht niet meekomen. Ja, die zit nog te wachten, maar dat is niet erg. Ah, is die de wok? Ja. Maar dan mocht maar één persoon meekomen. Ah. Arre. Ja, laten ze ja dan maar... Ja, dan gaan we zien dan. Dan kan ik misschien zeggen... Ja. Alle weken, toch? Ja, die komt vader donderdag, dat weet ik dan niet. Allee. Ja. Dan zien ze. Dag, hè. Ja. Tot nog eens, hè. Ja, maar hof de geu, hè. Ja. Dag. Dag, hè. Dat is een andere aanpak, natuurlijk.